Ron Senteur, de assistentcoach van RCL. Jullie pakken vandaag een punt bij Dokkels. Pak je een punt of verlies je er twee? Goed dat je jezelf herstelde, Henny. Ik vind dat we er twee verliezen. Want ik denk als er één ploeg had moeten winnen vandaag was RCL. Ondanks dat Dokkels de tweede helft nog ietsje probeerde, maar dat was meer van bank spelen. Er zat, ik denk, geen gedachte achter. We hadden duidelijk wel een gedachte. En dat was tussen de linies voetballen. Dat hebben we de eerste helft echt fantastisch gedaan. Complimenten aan de jongens gegeven. En dat je hem niet over de streep heen trekt, heb je puur aan jezelf te danken. Doordat je gewoon scorend vermogen op dit moment, dat laag is. Ja, ik zei net al, bij het Dokkelskamp, RCL krijgt een enorme kans vlak naar rust op 0-2. En dan is het waarschijnlijk over en uit. Ja, dat zeg je goed. Inderdaad, net naar rust kregen we eigenlijk de beste kans van de wedstrijd. 100% kans, die missen we. En ja, dan zie je toch dat Dokkels daar moed uitput. En dan ook toch een beetje de stellingen verlaat. En ja, RCL daar gaat dan op twee gedachten hinken. Moeten we voor 2-0 gaan of die 1-0 vasthouden? Nou, we hebben eigenlijk voor het laatste gekozen. Want we hebben echt ook nog de tweede helft echt goede kansen gehad. En ik denk over de hele wedstrijd Dokkels drie kansen. En waarvan twee uit een dood moment. Ja, dan wordt het 1-1. Heb je uiteindelijk nog wel een minuut of 10 om alsnog die overwinning te grijpen. Maar je had eigenlijk gewoon daarvoor al afstand moeten nemen, zeg je dus eigenlijk. Nou ja, zeker. Hadden we het gewoon af moeten maken. We hadden onszelf moeten belonen. Zeker in de eerste helft. En dan net na rust. Dan is de wedstrijd gespeeld en dan kan je de wedstrijd doodmaken. En dat hebben we uiteindelijk nagelaten. Maar wel, wat ik beproef, tevreden over het getoonde veldspel. Absoluut, we hebben de jongens zeker een compliment gegeven. Want ik zeg nogmaals, als jullie één hadden moeten winnen, dat waren wij. We hebben de kansen gecreëerd, we hebben ze goed onder druk gehouden eerst zelf. Ik heb Nico nog horen zeggen, de tweede helft, van wij zijn nu op dit moment beter in conditie. Maar dat kan ook als je de hele helft op eigen helft loopt en eigenlijk alleen maar ballen weg loopt te rossen. Niet voetbalt. En wij hebben constant druk gehad de eerste helft. Veel kansen gecreëerd. Ja, dat zorgt wel voor dat je heel veel conditie verspeelt in zo'n wedstrijd. Daarbij nog wel een aantal uitstekende reddingen vanuit de tweede lijn van Andrew Bontje, waar hij uiteraard voor staat, maar dat doet hij fantastisch. Nee, dat klopt ook. Ze zijn natuurlijk dode speelmomenten, zijn ze gewoon erg gevaarlijk geweest. Daar hadden ze uiteindelijk ook nog meer kunnen scoren. We hebben ook de laatste 10 minuten, hoor, want je zei wel, en van jullie gingen inderdaad om toch nog voor de winst. We hebben nog kans gehad, maar we hebben ook wel verdedigend gewisseld, omdat we wisten van het is makkelijker op 2-1 komen of vanuit een achterstand op voorsprong komen als andersom. Want als je die 1-1 zo vlak voor tijd te verduren krijgt, dan moet je hem er nog maar uit zien te slepen, hoor. Want als vele ploegen is dat niet gegund om dan toch nog die 1-1 vast te houden. En ze hebben daarna nog een kans gehad, hoor. Dus ze hadden hem ook nog kunnen winnen. Het is een van de, weet ik niet hoeveel, derbies. Hoe is deze bevallen uiteindelijk, ook qua ambiance? Nou, heerlijk, heerlijk. We zeiden het al voor de wedstrijd tegen elkaar. Ik zeg, een fantastische pool met Luchtdune, met UVS, Valken, THVV, Dokkels niet te vergeten. Nou ja, vandaag zijn we met z'n allen op de fiets gekomen. We hebben geluncht bij Tom Wijnalde, de aanvoerder. Het was top geregeld. Ja, we zijn hartstikke blij daarmee. Hartstikke blij. Nu rechtstreeks de stad in om 3 dagen te feesten zo ongeveer, of is dat wat overdreven gesteld? Nou, dat is wat overdreven gesteld. We hebben wel tegen de jongens eigenlijk 3 weken geleden al gezegd van joh, als we zeer tevreden zijn over de voorbereiding, hoe we presteren, hoe we trainen, dan zijn jullie gewoon die week 2 dagen vrij. Dan gaan we die week maar één keer trainen en nou ja, ze hebben zich aan de woord gehouden, dus wij ook. We hebben echt een periode van rust ingelast na 7 weken of 8 weken van keihard werken. Hebben jullie nog wel een oproep gedaan aan de spelers om zich een beetje te beheersen de komende dagen? Of leggen die verantwoordelijkheid gewoon bij de spelers zelf neer? Nou, die verantwoordelijkheid die leg ik bij ze neer. Maar die kunnen ze niet aan, hoor, moet ik ook eerlijk vertellen. Ik bedoel, die gaan echt feesten en zo hoort het ook. Ik bedoel, het is maar 1 keer per jaar 3 oktober. Dus dan moet je er lekker van genieten. En dan moet je ook niet een dag daarna weer op het trainingsveld staan. 2 dagen daarnaast vroeg zat en dan pakken we ze genoeg weer aan. Dan zijn ze weer klaar voor Nieuwkoop volgende week. En dan dus na 3 wedstrijden nog steeds ongeslagen RCL? Zeker, want wij gaan volgende week thuis zeker winnen van Nieuwkoop. Goeie afspraak. Succes en veel plezier deze week. Dankjewel, Henny. Merci. Dankjewel.